op de eigen helft gedwongen. Dan is de ruimte ook beperkt natuurlijk. Wegwerken Bitsindo niet goed genoeg. En een eerste poging van Nielsen. Treft het doelhout. Na drie minuten. Het is al lang geleden dat hij gescoord heeft hoor. Dat geef ik jullie straks nog mee. Zo'n verdediging bij Lommel. Scherp op doel. Hij zit erin. Hij zit erin. Teuma. Svetkauskas laat zich daar verrassen. Bij die inswinger van Teddy Teuma. En Lommel toch op achterstand in het eerste kwartier. Sigurdansson heeft last met Babou. Hij verliest de bal. Krizan kan meegeven met Nouts. Sanyang ook mee. Hendricks komt. Ziet de bal achter zich, maar nog wel de kans om voor te zetten. Nouts. Bal niet vrij. Babou. Oh, de bal wijkt af. En gaat erin. Eerste balcontacten voor Pa Omar Babou. En Lommel langzij na 6 minuten in de tweede helft. En de 20 meegereisde supporters mogen jagen. Al weggekopt door Tabeku. Abou. Goeie trap. Binnen. Abou maakt er 1-2 van. Babou en Abou. Geven Lommel voorlopig de leiding in de tweede periode. Knap gedaan van Jamal Abou. Maakt toch makkelijk een goal. Bij de corner op goed 3 minuten van het einde. En binnengekopt Perdikidze. Neven vloeken. De captain brengt Union op gelijke hoogte. Ook tegen Leuven wist hij te scoren met het hoofd. En zo zit Perdikidze toch al aan 2 goals.